Je ziet dat steeds meer mensen het idee hadden, ja, de politiek is er niet voor mij. Uiteindelijk is dat gewoon iets wat onder je huid zit en waar je zegt, dat kan ik niet laten gebeuren. Ik ben Sandra Beckerman, ik ben 33 jaar. Ik ben Tweede Kamerlid voor de SP. In mijn portefeuille zit onder andere gaswinning. Ik kom hier uit Groningen, dus dat gaat me heel erg aan het hart. Heel veel mensen hebben op mij gestemd. Tenminste, dat voelt toch echt wel als een enorme eer. Dat mensen die dat vertrouwen in je hebben. Maar het was geen meisjesdroom. Vanaf dat ik 8 was, wilde ik archeoloog worden. Echt een machtig mooi vak, hè? Want het is wetenschap, maar met je poten in de klei. Ja, ik heb onderzoek gedaan naar het derde millennium voor Christus. Je had toen dit soort bekers. En die komen voor van Scandinavië tot Zwitserland, van Nederland tot Rusland. En dat is onbegrijpelijk, hè? Als je zo'n heel groot gebied heb je hetzelfde type aardewerk. Ik heb hier een heel klein briefje, wat ik van mijn vader heb gekregen toen ik naar de middelbare school ging. En op dat briefje staat de tekst van John Lennon, Working Class Hero. En daarmee wilde mijn vader zeggen, je mag echt alles worden, we steunen je in alles. Kijk nooit neer op andere mensen. Want het is uiteindelijk de working class die het doet. Voor mij komt het toch echt wel voort uit onvrede, uit boosheid over hoe mensen in de steek worden gelaten. En dat zag ik steeds meer door die gaswinning, maar ook in de Oosterparkwijk. En je ziet dat steeds meer mensen het idee hadden, ja, de politiek is er niet voor mij. Maar uiteindelijk is dat gewoon iets wat onder je huid zit en waar je zegt, ja, dat kan ik niet laten gebeuren. En hoe lang ik dat ga blijven doen, ja, ik hoop, ja, misschien wel kort. Ik hoop dat het juist goed geregeld gaat worden binnen korte termijn. Maar het zal wel eens wat langer kunnen gaan duren, helaas. Ja. Toen bekend werd dat ik Tweede Kamerlid zou worden, zei de ene helft van de mensen heel stellig, oh, dan ga je naar het westen verhuizen. En de andere helft zei heel stellig, oh, maar dan moet je wel echt in Groningen blijven. En toen heb ik mezelf beloofd dat ik daar tot de zomer niet over na hoef te denken. Want aan de ene kant heel onpraktisch, je moet altijd alles meeslepen. Zorgen dat je alles in Den Haag hebt wat je daar nodig hebt. Niet dat ik Den Haag nou zo verschrikkelijk vind, dat is het niet. Maar het is wel, ja, Groningen is wel echt thuis. Toen ik de eerste week in de Tweede Kamer kwam, had ik een gesprek met een ander Kamerlid die er al 4 jaar zat. En die zei tegen mij, ik ben nu een minder leuk mens dan ik 4 jaar geleden was. Dat, ja, dat is wel iets waar ik rekening mee wil houden. Van in die Haagse kaastop, in die Haagse gekte, wil ik ook gewoon normaal blijven. Oog op de bal houden. Wat is nou echt belangrijk? Wat zit ik hier? Het gaat om de problemen waarvoor ik naar Den Haag wil. Dus vooral zorgen dat ik daarop blijf letten en mezelf niet al te belangrijk ga vinden.